En wat voor oorlog? We hebben zagen wat van die beelden. Kiezer heeft reportage gemaakt dat we loopgraven, nou het leek wel 1914 of 1918, zagen in Oekraïne. Naar wat voor oorlog kijken we eigenlijk? Nou, toch nog wel. Kijk, de oorlog zoals die nu zich heeft, in ieder geval zoals je hem nu ziet ontvouwen, is dat de Russische Federatie in de verdedigingslinie ziet. Eigenlijk het grondgebied wat ze hebben veroverd wenst vast te houden, in ieder geval door de winter heen. Maar het blijft een attritieoorlog. Dus, een attritieoorlog? Ja, veel vernietiging aanbrengen door middel van artillerie. Veel vernietiging door middel van lange afstandwapens op de steden. En dat zal ook nog de komende periode gewoon door blijven gaan. Ja, nog lang niet voorbij ook. Hè. We hoorden gisteren weer allerlei berichten dat ze in Oekraïne denken dat Russen via Belarus toch weer nog een keer gaan proberen, of het nou deze winter of in het voorjaar is, om Kiev aan te vallen. Dat soort berichten hoort u ongetwijfeld ook. Dit is nog lang niet voorbij. Nee, de oorlog is nog lang niet voorbij. Ik denk dat we daar met elkaar rekening mee moeten houden. Kijk, de aanval van Belarus richting Kiev, daar verwacht ik echt niet in de komende periode dat dat gaat gebeuren. Er zitten 11.000 Russische troepen onvoldoende voorbereid en uitgerust. Dus die aanval zal nog niet gebeuren. Maar het is wel zo dat er door de mobilisatie veel Russische troepen op dit moment worden voorbereid. Wat ik al zei, de stellingen zijn ingenomen voor de winter. Dat betekent dat we in de winter, als Oekraïne het verstandig doet, uiteindelijk ze proberen als de vorst er is, toch nog een aanval uit te voeren richting de Russische Federatie. Om ze nog een keer onder druk te zetten. Kijk, je moet de Russische Federatie onder druk zetten om zo min mogelijk tijd hen te gunnen om uiteindelijk zichzelf weer te kunnen gaan mobiliseren en herstellen. Maar Rusland zal, en ik denk dat we hier echt nog wel een jaar zo niet langer naar gaan kijken, zal die strijd wel blijven voeren. Geef niet op. En dat zal, we hebben net naar Zelensky gekeken, dat zal Oekraïne ook niet doen. En terecht. En terecht. En Oekraïne heeft één ding, nou, ze hebben meer dingen nodig, maar één ding boven alles, wapens.